Hoi en super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. En bedankt voor al jullie leuke reacties onder mijn vorige boekvideo. Mijn eerste boekvideo over de boeken die ik in 2021 allemaal heb gelezen. Dat waren er volgens mij 8. En ik heb dus weer helemaal ontdekt hoe leuk ik lezen vind. In dit jaar wil ik graag meer dan 8 boeken lezen. En ik heb er in januari en februari 6 gelezen, die ik met jullie ga bespreken. 6 uitgelezen, ook aan een paar begonnen waar ik niet helemaal doorheen kom. Dus daar ga ik het ook over hebben. Heel erg leuk, bedankt dat jullie er weer zijn. En het eerste boek dit jaar had ik gelijk op 2 januari uitgelezen. Ik had ook nog eventjes vakantie, dus in januari ben ik echt heel snel door een hoop boeken heen gegaan. Maar het eerste boek wat ik heb uitgelezen is Ugly Love, geschreven door Colleen Hoover, de Viral Queen. Ik heb inmiddels best wel een aantal Colleen Hoover boeken gelezen. Ik heb deze 3,5 ster gegeven. Het is dus een Engels boek, maar heel veel boeken die ik bespreek zijn er ook in het Nederlands. Nederlands vertaald en ik zal ze natuurlijk linken in de beschrijving. Ik wist voordat ik eraan begon eigenlijk niet zo heel erg goed waar het over zou gaan. Ik dacht gewoon, zoveel mensen hebben deze gelezen en raden hem aan. En er zit in ieder geval een liefdesverhaallijn in. Maar blijkbaar is dus eigenlijk het een verhaal over Friends with Benefits. Wist ik niet. Ik weet ook niet zo goed wanneer ik erachter kwam. Maar wat ook in het boek gebeurt, dat ik eigenlijk al een beetje gewend was van November 9, die ik hiervoor had gelezen, is dat je van perspectief wisselt. Dus je volgt Tate en Miles. En in hoofdstuk 1 volg je Tate, dan Miles, et cetera, et cetera. En die zitten dus in een fysieke relatie, zeg maar, met elkaar. Zoals ook al op de achterkant staat, stelt Miles eigenlijk 2 regels op. En dat is dat Tate niet over zijn verleden mag vragen en ook geen toekomst mag verwachten. Dus hij is heel erg terughoudend en je wil er eigenlijk achter komen van, waarom? Is er een reden voor? Is er misschien wat gebeurd? En er zit iets van een ontknoping ook in dit boek. En daar verloor dit boek voor mij sterren. Ik vond het zo tenenkrommend geschreven. En ieder zijn ding. Het was heel creatief geschreven. En ik wil het gewoon niet verklappen mocht je dit boek nog willen lezen. Dus ik ben heel erg benieuwd of er mensen zijn die dit boek hebben gelezen. En hoe je dan die ontknoping heb ervaren. Maar ik vind het zo jammer als je in een film of een serie of een boek naar iets toewerkt. Of zeg maar een soort van, er is een opbouwende spanning en dan een ontknoping. En dan denk je, oh, nou, oké dan. Maar alsnog hou ik echt van liefdesverhaallijnen en passie. Dat vond ik wel schattig, dus vandaar 3,5 ster. En daarna heb ik ook best wel een bekend boek gelezen. Namelijk The Midnight Library van Matt Haig. En deze is volgens mij ook gewoon vertaald in Middernachtbibliotheek. Een multi-million copy bestseller. Such a beautiful book. Filled with warmth and humor. En dit is echt een heel ander soort boek dan andere boeken die ik heb gelezen. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Hij is ook niet zo super lang, super dik. 288 pagina's. Ik vind meestal boeken die rond de 300 pagina's zitten wel chill. En in dit boek volg je Nora. En Nora die zit niet lekker in de vel. Die is niet blij met haar leven. Je springt eigenlijk in het verhaal op de laatste dag van haar leven. Daar gebeurt het een en ander. En dan wordt ze eigenlijk een soort van getransporteerd naar een midnight library. En krijgt ze de kans om tussen allemaal boeken te kiezen. Als ze andere keuzes had gemaakt, hoe haar leven dan zou zijn. Dus nou, stel in mijn geval, heb ik voor een bepaalde middelbare school gekozen? Wat nou als ik voor een andere middelbare school was gekozen? Wat nou als je die vriendschap wel was aangegaan? Of misschien die vriendschap niet? Of die sport was blijven doen? Of whatever. De hoofdvraag waar dit boek zich op focust is, met oneindige keuzes die je kan maken, wat is de beste manier om te leven? En zo zie je zeg maar dat elke keuze of ervaring die je opdoet positieve dingen met zich mee kan brengen en negatieve dingen. En ja, hij eindigt eigenlijk gewoon heel fijn. Op de noot van waardeer wat je hebt. En je weet eigenlijk niet hoeveel positieve impact jij op mensen hun leven hebt. Door gewoon jezelf zijn, je leven te leiden zoals het nu is. En toen ik dit boek las, even kijken. Die heb ik uitgelezen op 9 januari. Dus hier zat een week tussen. Dus zat ik vet chill in mijn vel. Want ik had vakantie en ik was aan het chillen. En vlogmas was super lekker gegaan. Dus ik denk dat ik hem niet zo maximaal gewaardeerd heb als zou kunnen. Als ik misschien iets minder lekker in mijn vel zou zitten op dat moment. Maar ik zie dat ik hem alsnog 4 sterren heb gegeven. Echt een heel creatief boek. En ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten. Omdat ik de opzet best wel een beetje ingewikkeld vond klinken. Maar het is super makkelijk te volgen allemaal. En ja, gewoon echt heel zoet, zeg maar. Maar toen, 5 sterren boek.
de Inheritance Games. Echt fantastisch. Volgens mij heb ik deze gekocht omdat ik het in een boekenvideo van Hayley Pham voorbij zag komen. Ik vond het wel interessant klinken. Avery volg je in dit boek en Avery komt eigenlijk van niks. En die komt ineens in een soort situatie terecht waar een super, super rijke man is overleden met een aantal hele knappe kleinzoons. Die je hier niet ziet, maar die worden omschreven in het boek. En natuurlijk überhaupt kinderen en mensen eromheen. Die man die overlijdt en laat eigenlijk het grootste gedeelte van zijn legacy achter, over, geeft hij door aan Avery. En de vraag is, wie is Avery? Waarom? Wat hebben die mensen met elkaar te maken? Die hebben toch eigenlijk helemaal niks met elkaar te maken? Hoe kan dit? Is dit een grap? De setting van dit boek vind ik gewoon echt heel erg leuk. Het is echt in een soort mega groot huis met heel veel verschillende ruimtes. En in dit boek zit ook een beetje een love triangle. Eigenlijk ook een beetje een soort escape room gevoel, want door middel van allerlei puzzeltjes en mysteries proberen ze uit te vogelen van wat er nou in godesnaam allemaal aan de hand is. Ja, er zit spanning in. Er zit verlangen in. Ik vind dit zo'n leuk boek. Zo leuk. 5 sterren heb ik hem dus gegeven. Deze heb ik op 14 januari uitgelezen. 27 januari heb ik deze uitgelezen, die heb ik ook 5 sterren gegeven. Het vervolg. En nu moet ik wachten tot 30 augustus. Tot The Final Gambit uitkomt. Deze boeken zijn trouwens geschreven door Jennifer Lynn Barnes. Misschien dat ik nog meer van haar boeken kan gaan ontdekken binnenkort. En ik vind hem niet voorspelbaar. Ik probeer altijd uit te vogelen wat er nou allemaal gebeurt. Hoe kan dit nou? Waarom heeft Avery dat nou? Ja, ik had het in ieder geval niet door. Heel veel mensen zeggen dat ze het onvoorspelbaar vinden met allerlei wendingen. Dus leuk. En het eindigt dus met een... Huh? En dan spring je dus dit boek in. En dit is dus eigenlijk de eerste serie die ik in eeuw gelezen heb. En het is wel heel lekker om in een boek te starten. Dat je daar eigenlijk niet in hoeft te komen, maar dat je er al meteen in zit. Bij de boeken is het tempo ook gewoon lekker snel van. En ja, hier is ook weer het mega mooie grote huis. In dit boek gaan ze ook wel een beetje naar verschillende locaties, verschillende landen. Dus dat is heel erg leuk. Met dus allerlei raadsels. Iets meer spanning zit hier ook in. Iets meer romantiek zit erin. Je zit gewoon wat verder in het verhaal. En ik wil gewoon zo graag het volgende boek hiervan. Ja, echt heel erg leuk. Puzzels, liefde, spanning, van alles. En nou, 5 sterren allebei. Daarna dacht ik, wat nu? Wat nu? Dat was zo fantastisch. Welke boeken moet ik nu lezen? En toen had ik een aantal nieuwe gekocht. En dacht ik, nou, om nog een beetje in die spanning en mysterie te blijven, ga ik beginnen in The Secret History van Donna Tartt. Ik weet niet uit welk jaar dit boek komt. Is een wat ouder, wat klassieker boek. Tempo is een stukje trager en deze heb ik dus ook nog niet uitgelezen. Het lukte me niet om erin te komen, maar deze heeft zoveel goede beoordelingen, allerlei prijzen ook gewonnen. Ik weet niet hoe veel leessessies ik al heb gehad, maar ik sla hem open en ik ben pas bij pagina 31. Het boek begint in ieder geval met een soort vooruitsprong in de tijd, dat er volgens mij een moord is gebeurd en dan hoort het dus daarna achter te komen van wat is gebeurd, wat is de aanloop naar zeg maar dat moment toe. Ik denk wat in ieder geval voor mij niet hier aan meehelpt is dat het gewoon echt wat moeilijker Engels is en ik ben altijd wel prima geweest in Engels. Zoals je ziet lees ik graag Engelse boeken. Dit is gewoon even een iets hoger niveau. Ingewikkeldere zinnen, ingewikkeldere woorden. Ook verwijzingen naar mensen in ieder geval waarvan ik denk, die ken ik niet. Wie is dat? Dan begrijp ik de verwijzing niet. Dus hij heeft echt veel goede beoordelingen. Dus misschien moet ik het ooit nog een kans geven. Maar ik hou gewoon van lekker makkelijk weg te lezen boeken. En ik krijg ook heel vaak de vraag van, goh, of de opmerking van, ik zou wel weer willen lezen, maar ik weet niet hoe. Het is altijd te langdradig. Ik kan mijn aandacht er niet bij houden. En ja, ik hou dus echt van uptempo boeken, maar wel dat je erin zit. Het is niet dat je geen binding hebt met de personen die je volgt of zo. Maar ik hou er gewoon van als je eigenlijk het boek niet weg wil leggen en door wil blijven lezen. Dus nou ja, dat lukte niet. Toen begon ik in Malibu Rising, geschreven door Taylor Jenkins Reid, die ook The Seven Husbands of Evelyn Hugo heeft geschreven, die ik in mijn vorige boekvideo heb besproken. En een van de 7 husbands van Evelyn Hugo was Mick Riva. En die komt ook voor in dit boek. Dus het speelt zich ook weer af vroeger in 1983, Malibu, Californië. En je volgt de kinderen van Mick Riva. Je volgt onder andere Nina, Jay en Hut. En hun zusje Kit. Ze houden eigenlijk allemaal van surfen. En de setting van het boek is dus heel zomers, heel leuk.
Maar ik dacht, spannend. Rond middernacht is hun jaarlijkse feest helemaal uit de hand gelopen. En in de ochtend is de hele Riva Mansion in vlammen opgegaan. Maar er is zo een mega lange aanloop tot dat zeg maar gebeurt. Echt heel lang. Het tempo van het boek is heel traag. Je volgt dus eigenlijk 4 verschillende mensen, maar ook hun ouders. En je krijgt eigenlijk de hele backstory. En dat had ik niet helemaal verwacht. Toen het feest eenmaal begon, vond ik het wel spannend. Ik wilde eigenlijk gewoon het boek uitlezen, omdat ik een boek uit wilde lezen. Hij is op 360 pagina's ongeveer. En ik was dus al deze gaan lezen, omdat ik deze niet uitkreeg of er niet doorheen kwam. En toen viel deze eigenlijk ook tegen. Dus Seven Husbands of Evelyn Hugo, die heb ik 4 sterren gegeven en deze 2,5 ster. Ja, ik vind hem echt niet zo leuk. Daisy Jones and the Six ben ik wel heel erg benieuwd naar. Misschien is het wat meer wat voor mij. Maar mocht je mijn video van afgelopen vrijdag niet hebben gezien, echt de moeite waard. Ik heb zoveel leuke, zoveel goede dingen gevonden in de kringloop. Ik ging in de Alkmaar kringlopen. En ik was op zoek naar een boekenserie het liefst. En ik had al een keer een Twilight boek gezien in de kringloop. Maar die vond ik best wel prijzig. En toen heb ik hem niet gekocht. En de laatste keer dat ik ging kringlopen, snuffel ik elke keer lekker tussen de boekenafdeling. Ik was volgens mij naar 4 kringlopen die dag. Overal gekeken. En bij de laatste kringloop heb ik de hele boekenreeks gevonden. En ik heb in een paar dagen tijd het eerste boek uitgelezen. Gewoon Twilight. Ik heb er volgens mij 1 euro ook maar voor betaald. En hier vloog ik echt doorheen. Hij is een beetje vergeeld, een beetje oud. Maar dit was zo leuk. Echt pure nostalgie. De eerste Twilight film kwam uit in 2008. Toen was ik 11. Inmiddels 24, bijna 25. En ik wist wel dat achteraf het misschien allemaal iets meer tenenkrommend en ongemakkelijk was. Dan dat ik het op dat moment vond toen ik die film zag en alle vervolgen erop, zeg maar. Maar aan de ene kant is het ook wel weer leuk. Een beetje leuk ongemakkelijk, een beetje leuk tenenkrommend. En het tempo van dit boek is best wel snel. En daar hou ik van. En de sfeer wordt goed gezet met de omgeving waar je bent. En ik zie altijd alles helemaal voor me. Misschien ook omdat ik die films natuurlijk vroeger heb gezien. Dit is trouwens wel de Nederlandse vertaling. Dus er zijn wel een paar opmerkingen die ik heb. En dat is dat ik soms de vertaling gewoon een beetje raar vind. Dat ik denk, oh, jullie zeggen dat tegen elkaar. Ik zie dat niet echt voor me dat mensen hier dat op die manier tegen elkaar zeggen. Misschien een beetje te letterlijk vertaald. Of tijden zijn natuurlijk ook inmiddels een beetje veranderd. Dus dat kan er een rol bij spelen. Verder is gewoon boosheid en frustratie een hele veel voorkomende emotie in het boek en in de film. En dat ik echt denk, wat is er met jullie? Waarom zijn jullie allemaal zo gepikeerd en zo raar met elkaar? En inmiddels ben ik een stukje volwassener. En zoals ik zei, ik hou van passie. Ik hou ervan als mensen met elkaar zijn. Maar hoe afhankelijk Bella is van Edward, wat is daar aan de hand en hoe onhandig zij is en dat ze over alles struikelt en dat van alles fout gaat bij haar. Ja, dat is best wel veel bij elkaar. Inmiddels ben ik ook in het vervolg begonnen. De rest van de boekenreeks is allemaal wat mooier, wat groter. Want ik heb dus de hele reeks gevonden. Super epic. Hier heb ik 2 euro voor betaald. En daar ben ik inmiddels op pagina 70 alweer. Maar dan gaat het dus weer verder. Hoe afhankelijk ze is van Edward. En ze wil samen wegrennen van alles. En eigenlijk iedereen en haar hele leven in de steek laten. En hij is de enige reden soort van dat zij leeft. Ja, dat is niet helemaal mijn cup of tea. Ik heb Twilight 4 sterren gegeven. Vooral gewoon, denk ik, door de hele beleving. Misschien dat ik het verhaal, als ik het nog niet zou kennen, 3 sterren zou geven eerder. Ik heb trouwens ook een Goodreads account. Dus die zal ik linken in de beschrijving. Boeken zal ik linken in de beschrijving. Maar laat vooral weten of jij team Edward of team Jacob bent in de comments. Ik zag laatst ook een TikTok dat als mensen nu die films kijken, dat ze niet team Edward of Jacob zijn, maar dat ze ineens Bella's vader heel erg knap vinden. Ja, ik weet niet of ik het weer aan ga kunnen om die super blauw-groen getinte films te kijken, maar ik vind het heel leuk dat ik die reeks heb gevonden en het leest super lekker weg. En ja, het is wel eventjes
anders voor mij, dat bovennatuurlijke, dat vampierenverhaal. Ik vind dit zo leuk gewoon. Hoe lang ben ik aan het filmen? Een half uur. Lekker ratelen over mijn favorieten. Net zoals ik vroeger wel eens make-up video's maakte of favoriete video's. En ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik denk wel dat dit een goed, lekker aantal is om in zo'n boekenvideo te doen. En ik hoop dat ik binnenkort weer een update video kan maken. Dit zijn echt mijn lievelingsvideo's, maar voor de rest kringloop ik ook. Shop ik, probeer ik recepten uit, echt van alles. Dus mocht je dat ook willen zien, dan kan je abonneren op mijn kanaal. Dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Laat vooral je aanraders achter in de comments. Als jij een mening hebt over dit boek, laat het me weten. Je kan me dus volgen of toevoegen op Goodreads. En voor nu heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Volgens mij zei ik dat al. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!